Hoi, welkom bij deze reading. Dit is een tijdloze algemene reading. Waar gaat hij momenteel doorheen? Daar ga ik naar kijken. Gebruik je gezonde verstand als je deze readingen bekijkt. Volg je eigen intuïtie of dit jullie verhaal is, ja of nee. Wil je toch graag een persoonlijke reading? Dan kan je deze boeken via ladyoracle@gmail.com. Waar gaat hij momenteel doorheen? Het kan natuurlijk ook een vrouw zijn, hè, maar ik praat altijd in hij-vorm. De rollen kunnen ook omgedraaid worden in het verhaal. Maar ik ga hier kijken naar de andere kant. Waar gaat hij momenteel doorheen? Is dit niet jullie verhaal? Kijk dan even terug naar de andere readingen. Misschien zit daar iets voor tussen. Goed, we beginnen met balanceren. Beschermd, risico en gedurfd. Dus het kan zijn dat hij zichzelf momenteel in balans aan het zetten is. Misschien is er een situatie geweest waardoor hij dus uit balans is geraakt. Dan heb ik voorouders, oude wijsheid, rituelen en generaties. Ja, hij wordt dus begeleid door zijn voorouder. Voorouders die hem helpen, zeg maar, om weer in balans te komen. Het kan ook zijn dat er bij hem dus ook oude wijsheid aan het vrijkomen is uit zijn systeem. Het kan ook zijn dat hij bezig is bijvoorbeeld met generatiepatronen te helen. Dan heb ik jaloezie, afgunst, bezit en bescherming. Ja, dit kan twee kanten opgaan, dus ik houd heel even open. Dan heb ik winterslaap, ontwaken, genezing en kracht. Ja, hij is zichzelf in balans aan het zetten, veel aan het slapen, hij is vermoeid. Want het kan zijn bijvoorbeeld dat hij te maken heeft met iemand die heel erg jaloers is bijvoorbeeld. En ja, wordt hij beschermd dus door die voorouders. We hebben natuur, opladen, voelen en verlichting. Ja, wat ik al zei, met die winterslaap, hij is veel in rust. Is zichzelf helemaal aan het herstellen, lijkt wel. Kan zijn dat hij een torenmoment heeft meegemaakt of meerdere, waardoor hij dus nu zichzelf weer in balans moet zetten. Bij voorouders krijg ik mystiek, ongeloof, geloof is zien en fantasie. Ja, hierbij voel ik dus dat hij bezig is met zijn roots. Zijn generatielijn, misschien van de mannelijke kant bijvoorbeeld, dat hij daarin aan het helen is. Misschien zit er aan die mannelijke kant veel jaloezie verborgen, dat zou kunnen. Of te maken met vrouwen die jaloers zijn. Ja, dat zou wel iets kunnen zijn. Vandaar afgesloten, verboden toegang, omleiding en interventie van spirit. Het kan zijn dat jij dus geen toegang hebt nu tot hem. Omdat hij dus nu ook beschermd wordt door zijn voorouders. Om ja, in die rust te komen. Ja, verlichting krijg ik daar ook bij. Overdragen, voorbeeld geven en richting wijzen. He, dus hij is bezig met rust, verlichting. Maar ook daarmee een uitzuivering, zeg maar, van zijn generatielijn. Ik heb het gevoel dat hij ja, of bezig is met zijn eigen jaloezie. Misschien is dat ook wel de spiegel. Dat hij dus mensen aantrekt die jaloers zijn. Of hij staat juist in verlichting, waardoor mensen jaloers zijn. En hè, dus hem als een bezit zien of whatever.
Nou, we gaan zo wel verder de verdieping in. Ik zit heel even in te voelen welke kaarten ik daarop wil gebruiken. Nou, ik heb toch wel het gevoel dat hij bezig is met een beetje het spirituele aspect van zichzelf. Terug naar de roots. Terug naar de kern. Even kijken wat erbij wil komen. Heel mooi dit. Ja, ik zei het al. Ik ga eerst dit behandelen. Genieten van de liefde. Ik heb het gevoel dat hij nu eigenlijk geniet van zijn eigen liefde. Dat hij geniet van zichzelf op dit moment. Hè? Hij is zichzelf in een balans aan het brengen. Daarbij krijg ik bij de voorouders de stilte beoefenen. En dat is misschien ook waarin zijn voorouders hem in begeleiden op dit moment. Om echt in stilte te zijn. Die stilte ook te kunnen beoefenen binnen in zichzelf. Dus niet overal in mee te gaan. Bijvoorbeeld met die jaloerse mensen. Die hem dus kunnen triggeren, zeg maar. Hè, om in een conflict te komen. Ja, spirituele ontwaking krijg ik daarbij. Dus ik zei al. Ik heb het gevoel dat hij bezig is op een spirituele manier. Met zijn roots. Het kan zijn dat hij dus met mensen te maken heeft gehad of heeft die ja, jaloerse situaties creëren, jaloerse energie. Jij bent mijn bezit, afgunst of zo. Hè, van ja, je mag niet genieten van de liefde, je behoort bij mij te zijn. En ja, een beetje obsessief gedrag. Hij is dus aan het ontwaken, zeg maar, hier naartoe. Dat hij dit ook steeds meer gaat zien, zeg maar. Hoe mensen tegenover hem staan. Hè? Dat hij dus nu ziet dat mensen op een bepaalde manier met hem omgaan. Vanuit jaloezie. Energetische bescherming bij de winterslaap. Dus ja, die voorouders zijn wel heel sterk aanwezig bij hem op dit moment. Om hem ook energetisch te beschermen. Dus dat betekent ook waarschijnlijk als jij zit te kijken. En ik wil niet zeggen dat jij die jaloerse persoon bent. Kan wel natuurlijk. Maar hij wordt wel beschermd voor jou op dit moment. Want hij moet echt terugkomen in zijn kracht. Ik heb het gevoel dat hij iets meegemaakt heeft wat gewoon te veel is geweest. En nu rust moet hebben. Zijn lichaam moet in balans komen. Als ik het heb zeg maar, over die separatietijden, die zijn heel waardevol namelijk. Om je lichaam weer in balans te krijgen na zielschokken en torenmomenten en dergelijke. Ja, de toegang is tot hem gewoon helemaal gesloten op dit moment. En dat is goed. Ja, kluizenaar. Nou ja, bijzonder. Nou, ze komen er niet voor niks samen uit, dus laat maar. Ja. Kluizenaar bij de natuur. Dus hij is misschien ook veel bezig met de natuur. Hè? Ook die voorouders, de roots ontdekken. Kan zijn ook met bijvoorbeeld familie bezig zijn. Woonomgevingen bijvoorbeeld. Terug naar ja, oude plekken krijg ik door van waar ik gewoond heb. Herinneringen ophalen. Echt bezig met zichzelf. En genieten, proberen weer te genieten van hemzelf alleen en zijn reis. En ja, is helemaal in die kluizenaar-energie moment. En dan heb ik bij de mystieke kaart, ongeloof, geloof is zien en fantasie, krijg ik waarschuwing en verleidingen. Ja. En dan laat ze voorbij gaan, wolken van gedachten. Ik heb het gevoel hè, met die stilte beoefenen. Je ziet daar ook die man zitten, ook in meditatiehouding, allebei. Dat hij een bepaalde techniek doorkrijgt of vrij krijgt vanuit binnen zichzelf. Om dit
te beheersen. Hij is bezig om dit te beheersen. Dus verleidingen. Hè, die jaloerse mensen van jij bent mijn bezit. Hè, dus hij is dit aan het beheersen binnen in zichzelf om daar niet in mee te gaan. Zichzelf niet te laten verleiden door een mooi plaatje bijvoorbeeld. Maar echt meer naar zijn intuïtie te treden en zijn onderbuikgevoel te gaan volgen van hè, of iemand wel of niet oprecht is met hem. Wel of niet zuivere bedoelingen heeft met hem. Daar is hij mee in training op dit moment. En ook met zijn mind, hè? Met de meditatie, de natuur. Hij is ook bezig om zijn mind in controle te behouden. Zich niet te laten meeslepen in conflicten. Als mensen dus conflicten met hem starten. Hij is bezig om zijn mind in stilte te houden. En het gewoon voorbij te laten gaan. Ja, dat is heel lastig, heel moeilijk dit. Maar ja, dat is zijn weg op dit moment. En dan bij afgesloten krijg ik vertrouw op je intuïtie. Ja, onheilspellend. Precies wat ik zeg. Hij is bezig met die training vanuit zijn voorouders. Hè, die zorgen ook dat hij dus die inzichten doorkrijgt. Dat hij niet moet meegaan met bijvoorbeeld mensen die in jaloezie zijn. Of afgunstig zijn naar hem toe. Of als een bezit beschouwen. En allerlei onzekere gedachtes bijvoorbeeld, negatieve gedachtes. Hij is echt in training met zijn voorouders op dit moment. Vandaar de roots, terug naar de natuur, terug naar bepaalde woonomgevingen, weer leren genieten. En alles wat hem energetisch bedreigt op dit moment, wordt afgesloten. En dat kan jij ook zijn op dit moment. Ook jij kan een energetische bedreiging zijn op dit moment. Bij verlichting krijg ik Divine Masculine. Ja. Hij is dus echt bezig om zijn eigen mannelijke energie dus aan het... bezig met verlichten, bezig met het upgraden daarvan. Naar een hoger bewustzijn. Dus zijn mannelijke kant voornamelijk. Ja, de richting wordt hem gewezen door die voorouders op dit moment. Dus ja, hij heeft waarschijnlijk dus ook geen contact met jou op dit moment. Ik wil niet zeggen dat je echt een energetische bedreiging bent, maar het zou kunnen natuurlijk. Hè, als jij zegt van, nou ja, ik zit wel achter hem aan. Hè, dus kijk ook even naar de ghosting reading die ik er net heb opgenomen. Want daar ging het over chasen en de runner. Dus het kan zijn dat er ook momenteel geen contact is. En dat kan bij jou dus ook het een en ander vrijgeven. Dus op dit moment ben jij waarschijnlijk dus ook energetisch gezien een bedreiging. Hè? Want hij staat dus nu open in zijn energieveld. En hij moet al die gaten zeg maar gaan dichten door een hoger bewustzijn te krijgen. En dus meer naar die intuïtie, hè? Naar het mystieke. Meer naar de energie toe. Werken met energie. Leren wat energie doet. Hoe mensen werkelijk zijn. Ja. Daar is hij momenteel mee bezig. Hallo Simba. Wat kom je doen? Kom je even zo op de tafel springen? Nou ja, ik ging toch net afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Voor je aanwezigheid. Vergeet niet om lid te worden of te abonneren hieronder. En wie weet zie ik je dan heel snel weer terug. Doei doei.